Hoi, leuk te kijken naar weer een nieuwe video. Welkom weer in een nieuw boodschappenshopblogje. Welkom bij deze zondag. Het is de laatste dag van de herfstvakantie en ik dacht ik doe vandaag even een grote bestelling bij de Jumbo, zodat ik heel de week gewoon eten en drinken heb. Ik ben aankomende week maar alleen. De kindjes zijn dan bij hun vader. En ik werk een hele week. Maar ik had wel bedacht dat ik er hier en daar wel extra tijd zou over hebben. Om in ieder geval een echte maaltijd te maken. En dan de helft in te vriezen. En dan dat voor de weken te bewaren dat de kinderen inderdaad niet zijn. Dus dat is een beetje hoe de boodschappen er nu ook uitzien. Dus best wel veel voor één persoon. Het was ook 113,20 €. Zoiets. Dus behoorlijk wat. Maar wel allemaal dingen die, in ieder geval best wel veel dingen die gezond zijn. Of die nu passen bij mijn voedingsplan. Zoals jullie weten zit ik aan de Wegovy-injecties en tot nu toe is er 13, 14 kilo vanaf. En het gaat eigenlijk vrij vlot. Ik vind dat het heel langzaam gaat, maar zij, de diëtiste, geeft aan. Het is best wel vrij vlot. En ik merk wel af en toe aan mijn hersenen en aan mijn lichaam dat ik gewoon best wel moe ben. En dat ik niet altijd even scherp meer ben. En dat kan dus een symptoom zijn dat je te snel afvalt. Dus ik moet wat meer koolhydraten gaan eten, want daar is eigenlijk... Gedurende mijn voedingspatronendagen die ik heb doorgegeven, wel uitgekomen dat ik dat gewoon te weinig doe. Dat ik al snel koolhydraten schrap als ik toch niet zoveel trek heb of niet zoveel zin heb in eten. Of überhaupt gewoon keuzes moet maken. Dus dat ga je ook terugzien dat ik toch hier en daar wat extra dingetjes heb besteld. Waar je denkt, maar voor mijn voedingspatroon klopt dat dus. Om dat gewoon een beetje op te hogen. Zoals altijd heb ik onder in de beschrijving wat ik ongeveer per dag ga eten. En eventueel linkjes en de receptjes. Ik heb er al een aantal deze keer. Dat is natuurlijk leuk. En ik heb ook gelijk voor vanavond. Zijn de kinderen nog wel. En ze doen tegenwoordig op zondag voor mij koken. Dus dat is meestal een maaltijdpakket. Maar goed, ga jullie allemaal zien. Zet onder in de comments. Als je deze video's leuk vindt, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Dit zijn alle boodschappen. Het ligt niet helemaal, denk ik, bij elkaar. Ik weet dus niet meer precies welke producten bij welke recepten horen. Maar dat zet ik sowieso onderin. Ik heb het zoveel mogelijk bij elkaar gezet. Ik heb natuurlijk mijn ijsbergsla voor al mijn salades. Met tomaatjes, komkommer. En ik heb nu deze weer eens een keertje gedaan. Dat is al een tijd geleden. Ik heb soms van die kipfrietjes of van die kipspiesjes. Ik heb nog tonijn, ik heb nog eieren. Dus ik probeer nu even dit. Het is gewoon een soort van kipfilet uitblikken eigenlijk. En ik vind het op zich best lekker. Zeker als je er frietsaus bij doet bij je sla. En gewoon 20 gram eiwitten. Ik wil ook weer van die wraps maken. Dus met worteltjes, met geraspte courgette, fijn gesneden paprika in de sesamolie met wat zout, peper en kurkuma. En dan op een wrap. Ik heb nu de paprika, nee niet de paprika, de bietenwraps uitgezocht. En nu een beetje hummus erop en flikker het soms op. En super lekker. Dat heb ik. Ik eet een keertje pompoen couscousstoof. Pompoenstoof couscous. Zag bij de Jumbo. Waarschijnlijk houdt er wat van over. Kan ik het niet opwarmen. Maar er zitten tomaten in. Pompoen, volgens mij horen daar de abrikozen en de pompoenvisjes bij. Maar ik weet het dus niet helemaal zeker. Morgen past mijn broertje op Donna. Dus die eet hier zo. En die wilde iets heel simpels. Namelijk rijst met ragout. Nou, dat kunnen we voor je regelen. Hebben we gedaan. Voor wat ik een halve liter melk nodig heb, weet ik niet. Maar ik denk dat het ook voor de stoof is, vermoed ik. Vanavond zijn die kinderen nog hier, dus dan eet ik Turkse kebab. Ze hebben vorige keer gezegd op zondag als ze hier zijn willen koken. Dus dan kunnen ze dit volgen met kipfiletblokjes. En dan hoorde ook wat witte wijn er zijn bij. Had ik ook niet meer. Mochten we het niet willen, kan ik zelf het receptje volgen. Maar het zag er echt super lekker uit. Dus dat gaan we proberen. Ik wil ook nog een keertje, dat was het ook weer, stampot. Pastinaak met wortel. Ik heb gewoon het recept van de Jumbo gedaan. Het is zo in mijn mandje geflikkerd. Dus waarom is het zoveel? Met gehaktballetjes. En er hoort dan ook blijkbaar sambal bij. En paneermeel. En ik denk dat de tuin hierbij hoorde. Knoflook had ik ook niet nodig. Ik had het er gewoon. Ik heb een super knoflook daar. Maar goed, anyhow. Wat ik over heb, dat wil ik gewoon in porties invriezen. En dan komt dat de volgende keer dat ik voor mezelf wat wil maken wel weer goed. Dat is dus zeker met avondeten. Donderdag gaan we een leftover doen. En vrijdag zijn de kinderen er weer. En ik denk dat mijn moeder dan kookt. Dus dan moet ik even kijken wat ik dan ga eten. Ik heb nog wel mosterd en asperge kuppensoepjes voor na mijn werk. Ook gewoon even een oppeppertje of even iets warms. Extra 1 liter vers houtzak. Want in dit soort zakjes flikker ik de overige maaltijd die ik over heb. En die ik dan zo plat kan invriezen. En dit was een beetje omdat je dan de boodschappen bezorgkosten gratis kreeg. Dus ik heb extra tandpasta. Dry wash spray. Ik denk nou, als je nog even, dat je denkt van, ik kan nog een dagje mee even opfrissen. En voor mijn grootsteen en dat soort dingen. Even een
in Lost for the Words. Een sif. Hoe heet dat nou? Irritant. Schuurmiddel, dank u. Ik kan het niet vinden, schuurmiddel. Dus dat is een beetje deze kant. Aan deze kant heb ik nog wat snackjes staan. Deze zat er gratis bij terug voor mijn neus. Nou, prima. En deze ook. Wilhelmina fruit en mint ballen. Not really sure how I feel about those, maar we gaan het zien. Dan hebben we nog wat snackjes voor 's avonds. Ik moet echt wat meer gaan eten, zowel ook koolhydraten. Oude kaas, jonge kaas, wat smeertjes op toastjes en een brietje zodat ik even een body kan hebben. Van gewoon even nog wat extra calorieën. Want ja, waarschijnlijk eet ik dus gewoon echt te weinig. En val ik daardoor en niet af. En is mijn hersenpan gewoon niet meer zo als het zou moeten zijn. Dus dat, ik heb Cola Zero zonder cafeïne extra. En deze. Die zag ik staan, de pumpkin spice. Ik dacht, dat is natuurlijk super lekker als ik een koffie maak en dit even zo op dat foam zo een beetje kan doen. Lijkt me helemaal top. Of misschien met koekjes bakken of zo. Lijkt me gewoon helemaal fijn. En dat hebben we geweldig allemaal gehad. Dus ja, uiteindelijk best nog wel wat zo voor een weekje zonder kids. Dat was het voor de boodschappen. Ik hoop dat jullie hier wat inspiratie uit hebben kunnen halen. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!